In Beuningen vond afgelopen vrijdag een bingo-middag plaats voor jong en oud. Naar aanleiding van de 13e Beuningse kindergemeenteraad vond deze middag plaats in zorgcentrum De Aldersteeg om eenzaamheid tegen te gaan. N37. In het Beuningse zorgcentrum De Aldersteeg werd afgelopen vrijdag fanatiek een potje bingo gespeeld. Met hapjes, drankjes en muziek werd er door jong en oud echt een feestje van gemaakt. Dit initiatief komt dan ook vanuit de Beuningse kindergemeenteraad, die de taak kreeg om een plan te maken om eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. Nou, we hebben elk jaar kindergemeenteraad en die krijgen altijd een onderwerp mee. En dit keer was het eenzaamheid. Hoe kunnen we zorgen dat mensen minder eenzaam worden? Nou, dat is ook jong en oud elkaar laten ontmoeten. En wat is zo mooi, jong en oud kunnen van elkaar leren. Maar het idee kwam echt vanuit de kinderen zelf. Hoe kunnen we de eenzaamheid verminderen? En dachten ze, nou, een bingo-middag, hè? In de Aldersteeg en met elkaar bingoen en lekker wat eten en het zo gezellig maken met elkaar. Volgens burgemeester Bergman is en blijft het belangrijk om dit soort initiatieven te organiseren in de gemeente. Nou, wij zeggen altijd Beuningen we maken samen. En dit is natuurlijk een eenmalig initiatief in die zin, maar we hebben echt heel veel, dat noemen we ook zorg voor elkaar. We hebben heel veel dagbestedingen en heel veel ontmoetingsplekken en ook alle dorpshuizen waar we juist hopen dat alle generaties elkaar ontmoeten. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet je soms wel even mee helpen. Maar ik denk dat zeker in deze samenleving belangrijk is om die verbinding te houden. Na de opening van de burgemeester kon het spel echt van start. Met al gauw de eerste bingo. Ik zag net, u heeft een prijs gepakt. Ja, ik heb een prijsje, ja. Een rijtje. En wat is het geworden? Een pak koekjes natuurlijk. Voor bij de koffie? Voor bij de koffie. Hoe vind je het zo, met de ouderen samen bingo spelen? Ja, ik vind het echt superleuk om te doen. Ik vind het heel leuk, maar al die schoolkinderen. Heel leuk. Ja, je kan prijzen winnen en de oudere mensen vinden het ook leuk. Het doel van deze middag was om de eenzaamheid bij ouderen in de gemeente Beuningen tegen te gaan. En dat is goed gelukt, al zeggen ze zelf. Eenzaamheid is eigenlijk heel stom dat er is. Maar ik denk dat het zo wel een beetje helpen. Maar die mensen krijgen nu een hele gezellige middag. Hè? Dus, en ze krijgen allemaal hapjes en drankjes. Ik zag al net schalen met appelflappen of iets dergelijks rondkomen. Zo. Dus dat is denk ik wel al gehaald. En die kinderen worden ook bewust van het feit, hè, dat ouderen iets meer mogen doen en meer aandacht mogen hebben dan dat misschien soms is. 2, 9.